Ja, stripvrienden, vorig weekend was er geen stripvlog omdat ik ziek was. Ja, ik weet het, ik wil ook niet ziek zijn, maar ja, soms overkomt het nou eenmaal gewoon. Dus ik maak het bij deze goed. 2 strips voor de prijs van 1 stripvlog. Hoi allemaal, ik ben de stripvlogger en ik neem jullie mee op mijn reis door de wereld van strips. En vandaag brengt die reis ons bij 2 reeksen van Sylvester-strips die ik allebei ontzettend gaaf vind. Om te beginnen, De Zielenvreter, het derde en laatste deel uit dit drieluik, De Gruwel. En 7 Ruiters, de Brug van Sefaré, ook weer het derde deel en ook weer het laatste deel in dit drieluik. En deze 2 albums lijken heel verschillend op elkaar, dat zijn ze ook wel, hoewel ik eigenlijk vind dat ze allebei wel fantasyverhalen zijn. Als je ze gaat lezen, met name deze, kom je er zelf wel even achter. Daar ga ik verder niks over vertellen. Maar ze hebben 1 grote overeenkomst, dat ze allebei een hele grote plot twist. Of in ieder geval een twist in het verhaal brengen. Ja, laat ik meteen even met deze beginnen. En ik ga eerlijk zeggen, ik vind dit zo ontzettend moeilijk. Want als ik hier eenmaal over ga vertellen, dan ben ik zo 10 minuten aan het praten. En ik heb al meerdere malen geprobeerd om hier een fatsoenlijk vlog van te maken. En het lukt me gewoon op de een of andere manier niet. Ik weet niet hoe dat komt. Ja, goed. Dus ik ga het echt heel kort houden van dit album, zodat ik niet te veel ga vertellen. Ik heb al 2 video's gemaakt over de voorgaande 2 delen. En het belangrijkste wat ik zo gaaf vind aan dit album, buiten natuurlijk het feit wat je verwacht van een einde, een eindstrijd en ja, alles komt naar voren. Maar wat hier vooral even naar voren komt, is even de vraag, hoe komt het toch dat dat nou allemaal gebeurd is? Want hoe is dat nou echt gewoon allemaal een toevallige samenloop van omstandigheden? Of zit daar een bepaalde macht of een bepaalde personen achter die dit allemaal in werking hebben gezet? En toen ik het aan het lezen was, dacht ik echt zo van, wauw, heb ik iets gemist in het vorige deel, deel 2? Had ik daar iets kunnen zien? Ja, er zit eigenlijk wel een hint in, maar die hint die snap je pas als je in het derde deel gelezen hebt. Dus wat dat betreft blijft deze reeks verrassen. Elk deel heeft zijn eigen verrassingen die je toch soms een beetje op het verkeerde been zitten. Daarom vind ik deze reeks zo gaaf. En je kan deze hele reeks, deze 3 albums, kun je gaan herlezen om nog even te kijken van, goh, had ik het nou kunnen aanzien komen als ik het hele verhaal achter elkaar zou lezen? Nou, dat laat ik aan jullie over. Maar goed, ik vind De Zielenvreter absoluut een hele gaaf reeks. Ik heb ze met heel veel plezier gelezen. Ja, en dan 7 Ruiters. Ik bedoel, ik was vrij sceptisch toen ik aan deze reeks begon, maar het eerste deel kon mij absoluut bekoren. Ik was echt wel zoiets van, wauw, dit ziet er heel mysterieus uit. Ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat leiden. Nou, toen kwam het tweede deel. Ja, die reis die duurt voort. Toen kwam er een vrij grote, tenminste vond ik eigenlijk, cliffhanger. 1 van de 7 ruiters legde het loodje. Ik denk, oké, hoe gaan we verder? Nou, we beginnen dus dit album met de 6 ruiters. En naarmate het album vordert, verdwijnen er steeds meer ruiters. En die hebben daar allemaal hun eigen redenen voor. Het is niet zo dat ze in één keer allemaal doodgaan. Nee, ze hebben best wel goede redenen om die groep te verlaten. Maar ondanks dat ze verder reizen, dat ze allerlei mensen weer tegenkomen en dat je wel een beter beeld krijgt van wie ze nou zijn, leer je nog steeds niks over hun eigenlijke missie. Want de missie die zij in het eerste album gekregen hadden was op zoek gaan waar is het leven gebleven. Het leven was weggetrokken uit de stad waar zij woonden en zij moesten op zoek gaan van het moet toch ergens gebleven zijn. En die missie, ja, daar kom je nog steeds niet achter. Tenminste, dan kom je op een gegeven moment, heb je het idee, je komt steeds meer naar een bepaald eindpunt toe. En dan krijg je in één keer een twist. En toen had ik toch al even zoiets van, hè? Het is een twist van het kaliber M. Night Shyamalan. En dan vanuit zijn begintijd, hè, toen die man nog echt hele gave films maakte. Dat maakt dit album en deze hele reeks toch wel even, dat je echt even van, ik moet echt zeggen dat ik echt nog steeds beduust van ben hoe die twist zit. En ik hoop nu dat je echt nieuwsgierig hebt gemaakt. En ja, weet je, daarbij, hetgeen wat dit album naast dat mysterieuze verhaal toch zo ontzettend gaaf maakt, dat zijn gewoon de tekeningen van Jacques Terpin, die trouwens natuurlijk ook het verhaal heeft gedaan naar de verhalen van Jara Speel. Maar goed,
hij maakt daar zoiets moois van om van te genieten. En daarom, eigenlijk, dat zou mijn enige punt van kritiek een beetje zijn, is dat deze reeks best wel wat korter zou had gemogen. Wat mij betreft had ze dat echt wel in 2 albums mogen doen. Maar aan de andere kant, ja, het is zo ontzettend genieten van al die prachtige tekeningen. Dan denk ik van, nou ja, oké, dat is toch ook wel wat waard. Dus ja, goed. Wat ik al zeg, even goed beetpakken. 2 verschillende reeksen die allebei een behoorlijke plot twist hebben. Die allebei heel mysterieus zijn. Ik vind het allebei fantasy albums. Maar goed, of Zeven Ruiters ook in dat genre valt. Dat laat ik aan jullie over, aan de lezer over. Je vindt ze bij de stripwinkel. Natuurlijk ook met de voorgaande delen. Als je een van deze reeksen kiest, ik raad aan, ga ze alle 3 lezen. Ik heb 3 video's gemaakt waarin alle 3 de albums van beide reeksen aan bod komen. Dus ik hoop dat je daarmee een goed beeld krijgt van wat het inhoudt. Nou, als je denkt, dat lijkt me wat, ga ze dan halen en ga ze lezen. Ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende strip.